hele melkvlek hier. Ik sta trouwens deze maand in de Linda Meiden. Echt een mega lang interview van 2 pagina's. Dat ik heel erg ga twijfelen. In zijn mond. In zijn mond? Want ik wil ook nog best wel eventjes een kilootje of 2 kwijt. Ik heb een kale plek te krijgen op mijn hoofd. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga geen weekvlog meer zeggen, want ik merk dat ik het tegenwoordig moeilijk vind met Zane om iedere dag te filmen. Plus mijn leven is ook echt niet elke dag boeiend nu ik thuis zit. Dus we gaan het gewoon vlog noemen. Niet dat het iemand boeit, denk ik. Maar goed. Maar die komt net aanlopen met de boodschappenkrat, want we gaan boodschappen doen. En we gaan met deze 2 jongens even naar de kapper. We gaan even jullie haartjes fixen. Ja. Alle ramen gaan open. Hoe kon dat? Ik weet niet, dat doet papa, denk ik. Hoe dan? Ja, dat doet papa. Broer, hoe heb je dan de drum opengemaakt? Weet je wat Kerim net deed? Nee. Doe eens, Kerim. Kijk. En ik ben er nog steeds niet uit. Oh, dat heeft hij van Eamon natuurlijk. Ja, waarschijnlijk. Hebben we van Eamon geleerd? Dus ik had melk afgekocht om mee te nemen. En ik heb mijn tas op mijn schoot en waarschijnlijk heb ik hem schuin gehouden. En daarom heb ik nu een hele melkvlek hier. En is mijn flesje voor de helft leeg. Top! Ik moet nog even inkomen met melk meenemen in een flesje. Trouwens deze maand in de Linda Meiden. Laten we even opzoeken waar die is. Even kijken of dit hem is. Nee, dit is het zomerboek. Dit is hem niet. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Ik ga hem even zoeken, want hij staat hier niet tussen. Oh, hij lag gewoon hier beneden. Even kijken hoor. Zeentje die wil Melky. Dus ik ga zo eventjes geven wat er in de flesje nog zit. Even snel spieken of ik het kan laten zien. Mama staat erin. Kijk nou wat leuk. Oh. Nou, ik laat het jullie zo ook wel zien. Komt goed. Nou, dit is het artikel. Net kreeg Zane honger, dus ik moest even het flesje geven. En ik ben nu as we speak aan het kolven. Ik heb trouwens besloten dat ik blijf kolven. Ook weer als ik naar werk ga. Dus ik heb net van die zakjes gekocht. Die waar je dan zeg maar melk in kan opslaan. En dan in de vriezer doen. Dus ik ben benieuwd. Maar dit is het artikel. Zo niet mijn stijl. Maar dit is wat ik aankreeg van de stylist. En dan deze foto en echt een mega lang interview van 2 pagina's. En al mijn favoriete producten, waaronder natuurlijk de dermaroller, de eye conceal, de staafjes van LPG, de Ormedic en de glycolic ampul van Meso Aesthetic. Echt super fijn, hier staan ze dus ook allemaal in beschreven. Maar het is echt een heel leuk interview geworden. Dus echt de moeite waard om hem een keer te kopen als je de Linda Meiden leest. Kijk nou hoe gaaf. Mijn moeder komt net binnen en we liepen pas geleden langs een etalage. Toen zei ik, oh my god, kijk hoe cute. En wat blijkt nou? Dat dit in ieder jongen zijn maat is. Echt super leuk. Dus ik heb voor Kerim, ik heb voor Amir en ik heb hem voor Zane. En daar horen deze QTP broekjes bij. Kijk nou. Echt super gaaf. En die ook voor alle drie. Ik hou van matchen zoals jullie weten. Of twinnen eigenlijk, zo heet dat. En deze voor Zane. Broer. Ik vind het echt
Way too cute. Oké, ik ga nu gauw opschieten. Ik ben me alvast aan het omkleden, want Ivana zit op mij te wachten voor mijn wimpers. Want morgen natuurlijk de opnames, dus dan wil ik wel dat als ze zo ingezoomd is op mijn gezicht, dat mijn wimpers goed zitten. Dus ik ga snel even daarheen. Het zit er weer mooi op. Ik ben er zo blij mee. Ik heb ze nu ietsjes korter. Zodat ze niet zo heel snel gaan draaien. Ik ga naar binnen. Want Zeen zal nu wel weer honger hebben. En dan gaan we lekker eten maken. Ik zie jullie denk ik morgen weer. En dan gaan we naar de shoot. Hallo, hallo. Het is de volgende dag. Lekker ochtendig gezichtje. 3 keer wakker geworden vannacht. Dus ik heb een topnacht gehad. Maar ik zit hier lekker met de 3 boys. Want Ummer heeft vandaag zijn uitslapdag, want dat had het omste beurt. Ik gisteren, hij vandaag, in het weekend. En voor mij is het wel zwaarder, want ik word natuurlijk 3 keer per nacht wakker. En dan moet ik ook nog vroeg naar beneden. Maar goed, ja, we gunnen het elkaar. Kirim die zit, of Amir zit lekker te eten. Lekker broodjes, lekker? Goed zo. Kirim is nog niet helemaal lekker. Dus die ligt lekker op de bank met melk. Hé, gaat hij al wat beter, schat? Huh? En wie ligt hier? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ben jij lekker wakker, hè? Ja. Maar hoe cute zijn deze pyjamaatjes? Jullie hebben alle 3 dezelfde pyjama aan. Ja, zo leuk. Het is van het merk Feestje, voor als jullie dit leuk vinden. Gaat al vanaf maat 56 en deze wordt al aardig te klein. Kijk nou, als hij zijn armen omhoog doet, kijk, woep, dan gaat het zo. Maar echt super leuk. Ik ga zo een foto van ze maken. Hallo Cookie. Hallo Cookie. Ja, krijgen we een lachje? Krijgen we een lachje? Cookie Mookie. Zeentje. Hallo Zeentje. Oh, we kregen net zo'n mooie lach. Mag ik die nog een keer zien? Mag ik die nog een keer zien? Doetie, doetie, doetie. Cookie, cookie, cookie. Hallo, hallo Zeentje. Ja, daar hebben we een mooi lachje. Ja. Cookie. Nou, jullie zijn helemaal bij, want hij lacht sinds 2 dagen. Dus jullie hebben meteen de eerste lach gezien. Zo cute. Mag een beetje zeggen dat ik verliefd ben op mijn eigen kind. Hey, Poepoe. Hallo. Hey. Hallo, Cookie. Ik probeer je hoofdje maar op te tillen. Ja, probeer op te tillen. Goed zo. Goed zo. Ja. We moeten trainen. Ja, we moeten trainen. Oh, oh. Oh. Ja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Nom, 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 we'll be right back.
Kijk nou hoe cute. Ik ben een foto aan het maken. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb dit setje aan omdat ik me daar nu het fijnste in voel. En als je... Er zit daar een mega poepbroek te doen terwijl we weg moeten. Oh my god, dat gebeurt altijd. Dat herkennen mommies echt. Wanneer je weg moet. En dan kan je nu wel heel snel willen gaan verschonen. Maar dat helpt niet. Want hij moet nog even doorpoepen voordat alles erin zit. Nou, we waren net binnen. Ze lopen 3 kwartier uit. Dus wij gaan even boodschappen doen. Ondertussen wel balen. Ik had precies zo gedaan dat hij niet gevoed hoeft te worden. En nu moeten we waarschijnlijk wel de opnames stoppen om te gaan voeden. Maar ja, dat is niet anders dan. We lopen even naar de supermarkt. Nou, dit is echt een super flop. We rijden weer onderweg naar huis, want ze gingen bij elkaar 1,5 uur, bijna 2 uur uitlopen. En ik heb wel een kleintje mee van 4 weken. Dus voor ons hadden we zoiets van nee, dan gaan we gewoon lekker naar huis. Want dit, zoveel heb ik er nou ook weer niet voor over. Om hier zo lang te wachten en dan die kleine. En nee, dat vind ik niet oké. Dus we hebben gewoon boodschapjes gedaan en we gaan weer gezellig naar huis. Alsof er niks gebeurd is. Helemaal glam glam voor niks. Ik ben net gebeld door het programma zelf. Dat ze toch heel graag willen dat ik meedoe. En of ik eventueel morgen kan. Dus dan zit ik heel erg te twijfelen. Ik sta trouwens te koken. Om wel of niet te gaan. Ik wilde bijna zeggen wat zeggen jullie. Maar jullie kunnen geen antwoord geven. Wat zeg jij, Umme? Gaan of niet gaan? Hè? Gaan of niet gaan morgen? Het is morgen om 6 uur 's avonds, dus dan zou ik Zane wel thuis kunnen laten. Dan ga ik gewoon heel veel afkolven. En dan hopen dat dat goed gaat, want de vorige keer ging dat niet goed. Toen was er te weinig en hij wilde meer, maar toen was ik op 3 minuten afstand. Nu is dat natuurlijk anders. Goed, ik ga er nog eventjes over nadenken, want ik baalde wel toen ik thuis kwam dat het niet door was gegaan. Ja, ik denk dat ik het toch wel ga doen. Maar ja, goed, we zien het wel. Ik ga verder eten maken. De kindjes die komen straks thuis, die waren met oma lekker naar het strand. Want het was mooi weer. En dan gaan we zo lekker eten. Zo, de kids die staan lekker onder de douche. En ondertussen ga ik eventjes batterijen in baby Annabel stoppen. Want ik ben een superleuke samenwerking aangegaan met baby Annabel. Amir die wil al heel lang een pop. En elke keer denk ik, nee, dat ga ik echt niet doen hoor. Maar hij wil dus een pop om sowieso te spelen doktertje. Hij heeft natuurlijk een heel dokterstasje. Dus hij belooft dat straks voor slaap gaan we dat nog even doen. Maar hij wil ook Zane continu optillen en gekkigheid. En dus het is super leuk om een pop te hebben voor hem die best wel echt is. Want hij zuigt aan zijn speentje. Hij kan een boertje laten. Hij kan een soort van gapen, zeg maar. En je kan hem kietelen zelfs. Dan gaat hij lachen en hobbelen op je benen, maakt hij geluid. En als je hem dus in slaap wiegt, dan gaat hij slapen. Dus het is echt super schattig. En daarbij heb je dus ook, laat ik even zien. Hij is nu trouwens helemaal uitgekleed, moet je nou zien. Hij ligt wel helemaal in de baby move. En we hebben er een heel leuk lunchtafeltje bij. En er zitten ook allemaal knopjes op. Dus daar gaan we straks batterijen in doen. Dan kan je dus de baby eten geven. Het is helaas wel allemaal in het roze. Ik heb wel een blauw pakje voor baby Annabel besteld. Dus dan is het toch een beetje boysachtig. Maar goed, who cares verder. En je krijgt er een leuke een soort placemat bij. Met allerlei leuke spelletjes. Dus dan kunnen ze tijdens het eten kunnen ze leuke spelletjes doen. Dus dat gaan we morgen wel doen met ze. Echt superleuk. En ik mag er dus in deze samenwerking 1 onder jullie verloten. Dus als je naar Instagram gaat, dan loopt daar nu een winactie. En dan kan je meedoen. Ik zal hem hier even plaatsen, de winactie. Maar dan moet je dus even voor naar Instagram. Oké, ik ga snel batterijen erin doen. En dan gaan we zo voor het slapen gaan nog even lekker spelen. Nou, laten we nog even spelen dan.
Ja, maar... Die daar zit hier. Die daar zitten. Mama, ja. Is hij echt? Ja, hij maakt geluid. Oh, wacht even. Die spoeltjes, gaat je spoelen. Goed dan, mama. Hij is terug. Nee, kom maar, geef eens. Hoe dan? Even kijken. Nou, pak je tasje. Hé? Hey? Die zo dan omgedraaid? Ja. Achter je ligt de dokterstas. Zie je wat, hij ligt te slapen. Of zij eigenlijk. Nee, je moet eerst het jasje aandoen. Je kan toch niet zo de operatie doen? Nee, je moet echt jasje aan. Jasje. Die daarin zit. Oh, echt de dokter hoor. Maar ik moet ook nog blazen. Kom maar, check het niet rondje. Maar je moet de kleine ook eventjes een doktersje of een operatiejasje aandoen hoor. Oké, ik moet een oude bril gooien. De pup moet erin. Wil je een bril gooien, Maria? Zo. Ja. Wil je hem nemen hoor? Doei. Ik heb kerst gedaan. Heb je hier een beetje gedaan? Ja, helemaal goed. Aan. Goed zo. Ga nu maar je operatiespulletjes pakken. Wat gaan we opereren vandaag? Nu gaan we eerst een briefje doen, dan gezien de eten. Ah, oké. Okay. En waar is het speentje? Kijk, als je het speentje erin doet, maakt hij ook geluid. Echt waar? Maakt hij ook nu het speentje geluid? Ja. Wat is dat? Lief, hè? Ze is lekker aan het sabbelen, net als Zeen. Nou, gaan we snel nog even een prik geven en dan gaan we slaapje doen, vriend. Waar is een prik? Hier is je prik. In zijn mond. In zijn mond? Ja. Ah. Nou, is de operatie geslaagd? Nee, dan moet ik eerst nog eten. Want... Maar dan is de operatie geslaagd, toch? Nee, nu zie ik... Moet hij niet zijn kleertjes dan weer aan? Nee, want nu is hij al klaar. Oké. Okay. Dan moet ik eerst nog eten. Nou, high five dan, want de operatie is gelukt. Nee, woe! Dan moet ik eerst nog eten. Oké. Okay. Dus bijna klaar. Ho, ze eten. Ho. Zo. Nou, probeer maar even. Oh, wacht. Lekker hoor. Nou, ga lekker slaapje doen. Eindstatus. Ze vinden het allebei heel leuk. Mama? Ja? Wat? Hier moet een beetje water in. Nee, dat kan niet. Daar kan baby Annabel niet tegen hoor. Waarom? Nee. Goedemorgen, volgende ochtend. Ik ben een beetje aan het haasten, want ik moet met lieve Zeentje en Amir moet ik naar de GGD voor het eerst met Zeen. Dus we gaan even kijken hoe die groeit, hoe het gaat en of het allemaal goed gaat. Ik heb hem dus hier even een power nap laten doen. Hij ligt lekker te slapen. En ik ben even mijn spulletjes aan het voorbereiden, want je moet altijd even zo'n omslagdoek mee. Dus die gaan we meenemen. Ik heb even een ander pakje aan, want hij heeft zijn pyjama nu nog aan, waar hij vannacht flink over heeft lopen overgeven. Dus ik ga snel alles pakken. Oh my gosh, wat is zo'n maxi-cozy toch zwaar. Oef. Nou, met Zeentje gaat alles goed. Die groeit boven gemiddeld, dus dat is top. Ik ben op mijn moeder aan het wachten, want we gaan even vergaderen met Roselie. Dus even directievergadering. Ze zijn net weg. Het was echt een topoverleg. We hebben allerlei punten besproken. Dus het was een geslaagde directiemeeting. Ik heb lekker even een comfy trui aangedaan. Gewoon even lekker niks doen nu. Ik ga eten voor mezelf maken, want het is nu 12 uur, dus even lekker lunchen. En ik ga lekker soepie maken. Ik heb van de week
zo een doos binnengekregen van Blend New Day. Blend New Day is een bedrijf waar ik al heel lang mee samenwerk. In de praktijk hoor. En als kraamcadeau hadden ze dus zo'n grote doos gegeven. Met allemaal juices en soepen. Dus ik ga jullie daar nu wat over uitleggen. Want het is zo gaaf en het is zo lekker. En als je het moeilijk vindt om makkelijk en goed en healthy skinproof te eten, dan zijn deze juices en soepen echt een aanrader. Want het is al klaar. Nou, ik heb het, want het is zonder conserveringsmiddelen. Het is slow juice. Dus je moet het in de vriezer bewaren. Dus kijk, ik heb hier al allemaal, dit zijn dan de juices. Dit is Melon & More Vitamin Boost. Wat hebben we hier? Hebben we de beauty drink. Oh, dit is een soep. Kijk, dit is de pittige pomponsoep. En ik heb nu uitgehaald voor vandaag, heb ik de, even kijken, de Red Surprise soep. Deze is met bieten, zo lekker en zo goed voor je huid. Dus dan heb je dit als lunch en dan ben je eigenlijk meteen goed bezig voor je huid. Echt een aanrader. Ze hebben trouwens, want ik heb dan nu een soep juice pakket gekregen. Slow juice trouwens, dat zijn geen smoothies, hè. Slow juice, dat wordt echt 200 keer beter opgenomen dan gewone smoothies. Omdat het een drink is waar alle vitamines in zitten. Dus je lichaam hoeft het eigenlijk niet te verteren, maar het wordt direct opgenomen. En wat wilde ik zeggen, ze hebben dus ook detox pakketten voor 9 dagen. En die detox pakketten, die kan je dus 9 dagen achter elkaar nemen. Ik kan het nu helaas niet doen, omdat ik nog borstvoeding geef. Oh, laat ik even alles dicht doen. Omdat ik borstvoeding geef. Dus dat kan niet. Maar straks, over een maandje of 2, denk ik. Dan ga ik stoppen met de borstvoeding. Want dan ga ik weer werken. En dan ga ik wel die detoxkuur doen. Want ik wil ook nog best wel eventjes een kilootje of 2 kwijt. En daarnaast is het gewoon super healthy. En ga je je hele lichaam weer even resetten. En alle afvalstoffen kwijt te raken. Af te zijn van een suikerverslaving. Eigenlijk alles ga je daarmee aanpakken. Dus dat ga ik jullie tegen die tijd in meenemen. Maar dit is gewoon een mooie doos. Die ik eigenlijk 1 keer per maand gewoon lekker wil laten komen. Want dan kan ik ook straks makkelijk mee naar werk gewoon zo'n soepje nemen. En dan heb je gewoon je lunch. Dus dat is echt top. Ik heb naast de soep lekker maïscrackers gemaakt met zalm en een beetje sla. En mijn venkelteetje zoals jullie hem kennen. Wisten jullie trouwens dat bieten een hele zuiverende werking hebben in je lichaam, maar ook voor je huid? Dus het zuivert als het ware je huid van binnenuit. En daarnaast zit er ook nog zoete aardappel in. En de caroteen die in zoete aardappel zit, werkt heel erg voor een glowy skin. Dus het geeft echt een glow aan je huid. Dus bijvoorbeeld ook wortels, overal waar caroteen in zit, geeft een glow aan je huid. Leuk huidfeitje om skinproof te eten. Ik hang net op met Brenda van Blend New Day. Want ik wilde haar even bedanken voor die geweldige doos met juices en soepen. En toen zei ik dat ik het dus had gedeeld in de vlog. En dat ze was zo enthousiast. Dus ze vond het zo leuk. Dat ze voor jullie meteen een kortingscode heeft aangemaakt. Van 10% korting met de code DELIA. Dus ik zal de link hieronder in de beschrijving zetten. En dan kan je dus met de code DELIA eventueel een bestelling plaatsen als je dat zou willen. En het kan op alles. Dus op de detoxkuur of op de doos die ik dus had met die balansdagen. Dus dan weten jullie dat. Echt lief van haar. Ik heb jullie al een hele tijd wat op te biechten. Of nou ja, op te biechten. Het is al een tijdje dat ik denk, ga ik dit met jullie delen of niet? Vind ik moeilijk om te delen met jullie. Aan de andere kant heb ik zoiets met mijn bereik en met mijn achtergrond. Kan ik hier misschien zoveel mensen mee helpen die hetzelfde ervaren. Of misschien nog veel erger dan dat ik heb gehad. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk de afgelopen maanden enorm veel stress gehad. En heel veel ellende over me heen gehad. Wat ons is overkomen. En ik begon dus een aantal maanden geleden begon ik een kale plek te krijgen op mijn hoofd. En dat was hier vooraan.
En die plek die werd eigenlijk met de dag groter. Er vielen steeds meer haren uit. En op een gegeven moment bleef het ongeveer op een 2 euro munt ongeveer bleef het zitten. En verder groeide het niet aan. Maar het werd ook niet erger. Nou, ik werd er onwijs onzeker van. Zou je denken, wat maak je druk? Je hebt toch een hoofddoek op? Maar goed, thuis heb je dat natuurlijk niet. En voor je man, maar ook vooral voor jezelf in de spiegel. Het was ook op de een op andere dag dat ik in de spiegel keek en ik dacht, wat gebeurt hier? En het was heel erg vooraan en ik heb donker haar van mezelf. Dus het was, ik schrok daar heel erg van. Nou ja, eigenlijk kon ik niet anders als het relateren aan stress. Omdat er natuurlijk zoveel gebeurd was de afgelopen periode. Dat ik dacht, ja, dit komt vaker voor. Als je zoveel stress hebt, dat je dan in ene extreme haaruitval krijgt. Of een kale plek. En ik was natuurlijk zwanger, dus extreme haaruitval had ik niet. Maar ik kreeg dus echt een kale plek op mijn hoofd. Nou, helemaal in paniek. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Toen bedacht ik me dat we van Meso Aesthetic 3 geweldige producten hebben. Die tegen haaruitval werken, tegen kale plekken, zelfs tegen alopecia. En toen dacht ik, dit is het moment om te gaan uittesten of dit werkt. Dus, ik ben ermee aan de slag gegaan. En ik kan jullie vertellen dat het een mega resultaat binnen 3 maanden bij mij heeft laten zien. Ik ga jullie nu de foto laten zien hoe mijn plekje eruit zag toen hij dus op zijn bijna 1 na grootst was. En hoe die na 3 weken was met deze 3 producten te gebruiken. En nu hoe die na 3 maanden was. Nou, echt een mega verschil. Ik heb in die tussentijd mijn haren geverfd. De tussenliggende foto was mijn haar iets te licht uitgevallen. En de laatste keer was precies voor de bevalling. En toen zei ik wil echt iets donkerder. Zo'n mega resultaat. Ik moet eerst de iPhone ontgrendelen. Oh. Zo'n mega resultaat behaald in 3 maanden is echt absurd. Daarom wil ik met jullie delen wat ik gedaan heb en hoe ik het gedaan heb. Ik heb van Meso Aesthetic, ik ga in de vlog maar 1 product vertellen, want het wordt anders veel te lang. En als je dan nu naar Instagram gaat, dan vind je een post met alle 3 de producten die ik gebruikt heb. Met de uitleg daaronder, want het is best wel veel informatie. Want dan weet je wat het doet en waar je het voor nodig hebt. En dan kan je dat zien. Maar ik ga 1 product in ieder geval laten zien. En dat is deze. Dat is de Trichology. En dit zijn eigenlijk de lotion ampullen. De ampullen die zien er, die zitten zo in het doosje. Niet opletten, want er heeft er eentje gelekt. En ik heb 1 strip en 1 lotion gebruikt in die 3 maanden. En zo zien ze eruit. Het is een klein tubetje. Die kan je openmaken en je kan hem ook weer hersluiten door het dopje om te draaien. Je hebt heel weinig nodig voor zo'n klein kaal plekje. Heb je een grotere of heb je meerdere, dan heb je dus meer nodig. Wat doet deze lotion? Nou, deze lotion die helpt dus bij genetische alopecia. Dus eigenlijk alle tekenen die je daarvan hebt, die bestrijdt hij. Daarnaast zorgt hij ervoor dat voedingsstoffen beter worden aangevoerd tot de haarfollikel. Want dan gaat daar iets mis, waardoor die haar dus niet kan groeien. Hij mist voedingsstoffen, hij mist de kracht, hij mist de energie. En dat gaat dit serum eigenlijk stimuleren. Daarnaast hydrateert hij, als het ware. En gaat hij ervoor zorgen dat jouw haarfollikel dus gestimuleerd wordt om die haar dus weer te laten groeien. Nou, je ziet het aan dit bizarre resultaat dat het dus kan. En dit wilde ik gewoon echt met jullie delen. Want voor mij heel pijnlijk om te laten zien hoe kalig ik een kale plek ik had. Ik schaamde me er ook echt voor. Jullie horen de kinderen boven. Ik wist ook niet of ik dit wilde delen. Ik heb het toch gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Want ik ga, denk ik, heel veel meisjes, zowel met hoofddoek, terwijl het er sowieso niks mee te maken heeft hoor. Want het hoeft niet.
helpen. Maar ook denk ik heel veel vrouwen en mannen die kaal hebben. Want vergeet niet, het helpt ook bij mannen. Dus niet alleen bij vrouwen. Als je nu naar Instagram gaat, dan vind je die post. Heb je geen Instagram, ga dan even naar Facebook. Je kan hem krijgen, je kan de producten verkrijgen op de webshop. Ga even naar www.deliaskinclinic.nl. Twijfel je, vraag dan even advies via info@deliaskinmaster.nl. En kan je dit niet vinden op de webshop, want ik ben nog steeds bezig met onze nieuwe webshop. Dan moet je deze naam, dus sla die even op, Trigology, even intikken in de zoekbalk. En dan komt hij er vanzelf uit. Oké, ik zie jullie volgende week. Doei doei!